Het is een prachtige middag en ik zit hier in mijn nieuwe werkkamer. Het is een beetje hol, alles is nog leeg. Maar ik ben super happy ermee. Dus ik zit hier lekker te werken. Ik zit te werken aan een presentatie, een video workshop voor komende donderdag. Heel erg te hopen dat ik me dan weer beter voel. Want zoals je hoort, dit is niet mijn normale stem. Ik denk net alsof ik afgelopen weekend onwijs heb gefeest. En nou, ik heb wel een heel leuk weekend gehad, maar verder niks bijzonders of niks geks gedaan. Maar denk je, dat is wel een van de wat lastigere dingen als je zelf ondernemer bent en je doet je eigen ding. Dat je gewoon niet ziek kan zijn. Of ja, dat het gewoon lastig is, want het gaat gewoon door. Het is eigenlijk hetzelfde als met je moeder bent. Ik ben ook moeder van 3 kleine kindjes, onder de 4 jaar. En ja, dat gaat gewoon door. Ik bedoel, het treintje dendert verder. Dus het is wat dat betreft soms wel eventjes flink doorpakken. Zoals vandaag. Het is gewoon nog veel te doen. En, maar ja, goed. Ook wel weer echt iets voor mij. Omdat ik, ik zit toch nooit stil. Ik ga toch al verder. Maar goed, ik ben benieuwd als jij ook zelf ondernemer bent of moeder. Hoe jij daar dan mee omgaat en hoe je wel die momentjes voor jezelf pakt. En dat je in ieder geval zo ervoor zorgt dat je treintje niet ontspoort. Omdat natuurlijk niet de bedoeling. Nou, ik ga lekker verder met mijn presentatie. En tot ziens. Hopelijk volgende keer met een normale stem.